Engeland, yeah. That. Dat eet echt een naam, denk ik. Ja, die mag niet. Dat is wel een shot. Die denkt dat hij andere bedankt. Ja, sluit je neus, maar in je de broek, want je zakdoek is vandaag weer gezoekt. Ja, sluit je neus, maar in je dag gaat het ding, dat zo net nog aan de waslijn is. Sluit je neus, maar in je ik ben Peter en hier is de eerste plaat, een leuke gouden oude van Twiggy. Annie, hou je met tas hier vast. Ja. Iemand fout gezegd, dat weet ik niet. Het gaat erom, in deze uitzending hebben we ook weer één verspreking. Zet hem op een briefkaart, postbus 1234-1200-BE in Hilversum. We maken het een beetje makkelijk vandaag. Ik bedoel, je kunt er een LP mee verdienen. Postbus 1234-1200-BE in Hilversum. Maar hopen dat ik verder niks verkeerd zeg, want er zijn er hele mensen die LP's krijgen straks. Hier is Merkel. Yeah.
een keer een kwaliteitsvervanging. Dat is een heel opvallend product. Een opvallend product? Een zeer opvallend product. Ja, dat kan je wel zin op zeggen. Corrie van Kempen was dat. Dat was de allereerste Plats Boemshaus dat deze toen met Remmel en Roos die zo'n plaat is. Landje heeft weer afgestemd. Veronica klinkt door de eten. Donderdags van 5 tot 7 uur. Wat kan er nog mooier zijn? Peter Theekamp draait Hollandse hits. Nergens anders zit je beter. Op Radio 2, Veronica. Brengt Petertje ons zonneschijn. En Freddy Brink waren dat met plaat uit Nederlandstalige Top 30 Vakantie. Geef ons dat. Straks nog wel even een overzicht van die complete Nederlandstalige. We gaan voor de eerste keer de Plats Boemshaus spelen vanmiddag. Waarvoor wij een aantal mensen hebben aangenomen die u, als u dit allemaal vanaf het begin gevolgd heeft, allemaal alles gevraagd en gehoord zullen hebben. Want het zijn allemaal finalisten, allemaal mensen die eerste zijn geworden op de vanmiddag. Maar we zitten midden in de kwartfinales en de allereerste kandidaat in de kwartfinale is Groen Def Crazy Beat. Kom even naar voren toe jongens en ga voor u de bal staan. Dat u ook een aardig goed muziek hebt. Suzanne, mag ik even aan jou een paar dingen vragen? Weet je nog wanneer je in de uitzending was hier? Sorry? Weet je nog wanneer het was dat je in de uitzending was? 18 april. 18 april. Een gedenkwaardige dag. Heb je veel reacties gekregen? Ja, behoorlijk veel. En natuurlijk ook tijdens optredens en op ons werk natuurlijk. Heb je er nou meer werk door gekregen in het land? Meer werk, ja. We traden regelmatig op en dat is eigenlijk wel zo gebleven. Ja, jullie hebben uitsluitend met dit zingen hier geld gaan verdienen. Nou, niet direct uitsluitend, want we hebben alle vier een goede baan. En zo blijft voor ons ook echt het plezier erin om te spelen. En dat is ook echt het bedoeling. Kunnen jullie er gewoon pas boerenbaan op het werk gaan zingen iedere dag? Dat is mooi weer. We zijn er al 4 jaar. Dan doen we het wel, ik ook thuis. Leuk. En jullie doen hetzelfde nummer als... Op 18 april jullie in de uitzending waren, teenage boogie. Ja. Er is een plaat van uitgebracht inmiddels, hè? Ja, dat klopt, ja. Is hij wel eens gedraaid, hè? Op verschillende piraten. Ja, ja, nou, misschien draaien wij hem hier ook nog eens een keertje. Jullie kunnen hem live brengen nu, That Crazy Beat met Teenage Boogie! Teenage Boogie. Baby. Teenage Boogie. Oh, oh. High school boogie. Baby. You'll be boogie. Thank you.
dat is eigenlijk zo. Zo'n radio-uitzending niet zo heel erg belangrijk. Het zal niet in de punten schelen, denk ik. Dus jullie vanmiddag, Giel van Praag en Lodewijk van Havezaat. Hoe is dat kasteel, Lodewijk? Uitstekend met dit weer. Ja, kan ik even wat zeggen. Ja, uitstekend met dit weer, ja. Hebben geen last van het lekke dak. De tuinman is nog steeds twee weken. Tuinman is op de vlucht. Niet dus de gang. Nee, die heeft die plaat gehoord van we gaan naar San, hoe heet die plaat? Antonio. Van met Rivière en die is gelijk verdwenen. Daar ben ik wel blij mee. Giel, een vraag aan de andere zijde. Hoi Giel. Goedemorgen. Middag hoor. Dank je. Ja, is dat Giel van Praag? Ja, maar ik ben voorzitter. Ja, ik luister altijd naar uw programma's. Gewoon leuk en dan kijk je zo of uw product voorbij komt. Maar ik vind het laatste tijd niet leuk meer. Giel, ik wil bij jou beginnen. Teenage Boogie, wat vind je ervan? Nou ja, als je moet oordelen, dan moet je alles het geheel beoordelen. En ik beoordelen, ja. We hebben nou een keer een jury die beoordeelt. Ja, ik beoordeel. En dan moet ik het dansen meenemen. Overigens had Annette van Trichter ooit eens de primeur van in Alkmaar. Heeft ze ooit eens de zusterland gedanst tijdens een plaatje op het podium. Echt waar. En dus, dat is niet nieuw meer, dus dat beoordeelde dan maar niet. Maar ik heb één vraag. Jullie zien zo prachtig gekleed uit. En zou ik thuis, luisteraars thuis vertellen, allebei keurig in het rood. Alle vier keurig in het rood. Hetzelfde overhemd, zwart met een rood strikje. Hoe ga je nou naar zo'n winkel toe? Zeg dan, doe mij maar een rood pak. Nee, alles wordt precies op maat gemaakt. Allemaal maat. Dat is eigenlijk waarschijnlijk behoorlijk afgevallen de laatste tijd. Ja, dat is helemaal jarig uit, zoals ik gekleed zou roepen. Ik vond het leuk, het doet me een beetje denken aan Skiffel zo van vroeger. En daar hebben ze ook gedanst, Annette 41. Ja, bij mij in de dansleraars van Wortel. En dan stond ik altijd op de trein van, lang zitten. Ik geef er een 7,5 voor. Een 7,5, wilt u van Giel graag geloven? Even naar Abenza. Ja, ik dacht eerst dat de Rode Duivels uit het België binnen waren gekomen, want je schrikt je wel even te pletten. Het ziet er schitterend uit. Onze bedienden hebben er nog nooit zo bij gelopen. Dus als jullie echt zonder werk komen, jongens, je belt maar even via Peter. Ja, de netnijlers geven de doorslag. En ik heb een grote boekenkast in de bibliotheek staan, maar een teenage boekie heb ik er nog nooit bij gezien. Dus misschien is dat leuk om van jullie te mogen ontvangen. Ik wil altijd graag iets ontvangen hier, dat heb ik misschien wel eens gehoord. En ja, een 8 van deze kant. Goed zo, dank u. Maar dat kan vrij kort en simpel zijn. De telefoon staat rood gruwelijk, want de belangen lopen op natuurlijk bij de finales. Maar de bedragen die aangeboden worden op corrupte zijn dermate laag dat ik ze helemaal niet. En dat deden we veel punten voor jou, want je kunt in het land thuis bellen. 035-12181 is ons telefoonnummer. 035-12181. Zo dadelijk in de grote video gezet raak, maar meer informatie erover van Theo. Op de A4 ervaring even hoofdlicht voor de Benelux-tunnel, 3 kilometer. De A10 voor de Koentunnel eveneens 3 kilometer. En de N50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Terlet en de A12, 4 kilometer. In verband met een bergbrand is er geen treinverkeer mogelijk tussen Amersfoort en Den Dolder. En de reizigers die worden met bussen vervoerd. Tot zover. We zijn er heel serieus. Heel veel mensen hebben mij geschreven of ik een plaat wilde draaien van Mien Oostvogel. Dan wil ik best een keer een plaat van Mien Oostvogel draaien. Maar bijvoorbeeld Monique de Bruin uit Breda, Elva Riel uit Breda, J. van Beek uit Breda, Eva Riel uit Breda, J. Reiniger. Het gaat een hele tijd door, een hele stapels briefkaarten, allemaal van Mien Oostvogel. En allemaal met hetzelfde handschrift. Maar goed, dan is het Messis Postbus 1, 2, 3, 4. 1200 BE heel veel. Ik ken het handschrift van Mien. We gaan luisteren naar de Comifoon, dat kun jij vertellen. Ja. Hollandse hits, Peter Dekam. Ja mevrouw, met een goede, fijn. Heb u een kano's? Rondo's, ja. Nee, kano's. Nee, alleen rondo's. Rondo's. Zijn die duurder per uur of liggen die in dezelfde prijskategorie? Ik heb geen idee hoe de kano's zijn. Voor wie? Bij ons zijn ze 41 per stuk rondo's, dus ik weet niet wat... Per stuk rond en per uur? Of per halve dag?
Ik denk dat u verkeerd vervoerd bent. En zitten er ook pedals bij? Nee, ik denk dat u verkeerd verbonden bent, hoor. Oh ja? Kano's heeft het over, hè? Over boten. Nee, kano's. Ja, kano's, boten toch? Ja, ja, ja. Daar zit een pakketbakkerij dus. Het is mooi weer, hè? Dus ik denk, ga een paar uurtjes kanoën. Hallo. Ik heb in dat andere moeilijke taal twee groene gloemen zingen. Dat is kwart voor zes geworden. Tweede ronde van dat hoepshow in de kwartfinale. Spannend wordt het. Want je barman mag geen kleur zitten. Want in de kwartfinale willen we alles heen gaan. Barman is bijna op een half van de publiek gedaan. Bij de welkom op Jona. Sterkt dat Jona. De vreugde van Lodewijk van Avenzaat wordt naar huis gestuurd, hoop ik. Jullie zaten van alles met elkaar bekokst over. Dat wordt interessant. Waarom is dat, joh? Nou, het was in Palazzo in Graven. Hij zou ook zijn merk borstelen. Ja, het Palazzo Theater is waar we de voorrondes houden van de Palazzo Theater. Daar wordt de televisieuitzending ook opgenomen voor iedereen hier graven. Goed, maar je hebt het nog niet gedaan, dus nog niks van borstel. Nee, hij zal wel... Hij ziet er ook wel uit, ja. En je hebt het langste liedje van vandaag, een country medley, dus ik ga maar een beetje kort met je praten, want dan kan je meer zingen. Hier is Björn Svets. Thank you.
ga even jureren. Ja, maar ik moet hem uitzingen, toch? Ja, dat weet ik met je eens, maar ik kan er ook niks aan doen. De regisseur draait niet. We gaan naar Giel van Klaas toe, met de puntjes. Nee, dat kost helemaal geen punt. Ben je helemaal klaar. Ik moet zelfs een puntje extra. Ik wou even zeggen, Björna, jij hebt Björna Zwerts, hè? Ja. Ja. Dat is even een advies hoor, als je daarmee het land in gaat, dan voordat je weet ben je Björna Zwets. En dat is niet zo leuk, dus dan moet je erg vooruit kijken. Ik zou als ik jou was even een andere naam nemen, uit die naam. Ik vond het heel erg leuketjes om. Ik wil even opmerking maken tegen Peter Tegam. De opstelling hier in de studio is zodanig dat je naar de billen kijken van de zangers, de zangeressen. Ik wil daar gelijk opmerken dat ik het nu niet zo erg vond. Voor de rest vind ik het ook lastig dat... Moet ik zeggen zoiets? Ja. Ja, maar jij bent ouder. Ja. En dan valt het meer op. Ja. Ik ben nog een verdrietig. En wat ik ook jammer vind is dat de moeder in de zaal zit, want dan durf ik niet de lage punten te geven, want ik trouwens toch niet van. Ik heb bij 8 punten. 8 punten. Al die tijd dat meneer van Praag zit te praten, had Björna precies haar medley uit kunnen zingen. Dat is een beetje jammer. Ik kan het niet zo doen, hè? Ga mij daar een beetje bij betrekken. Ja, nou, ik heb het gehoord, Blanket from the Bedroom, dat is zeer origineel. Waar haal je het vandaan, hè? Je denkt, waar haal je de blankets vandaan? From the Bedroom en 9, vond ik zo gedaan. Nee, ik doe ook niet meer mee, maar ik wil even verklaren misschien waarom we met me weggedraaid. Want ik vind het zielig voor jou dat je dat beloofd hebt, Peter, maar het is niet eerlijk tegenover de andere kandidaten. Want volgende week komt er misschien wel iemand met een nummer van 40 minuten. Ja, dat is ook wel weer opgezet, dat is waar. Mag ik nooit beloven? U kunt de punten thuis doorgeven, 035-1. Gelijk van haar gezet! 035-1. Maar hij heeft wel gelijk. Ja, dat is mijn schuld allemaal weer. 035-1-2-1-8-1 voor Björna Zwerts. Ja, daar zit ze nog een beetje te terugkomen op het vorige uur, wat daar gebeurde, toen was ik u later op kaartjes voor. Ik moet trouwens bij deze nieuwe kaartje ook even zeggen dat Joke Braakman ons heeft geschreven uit Utrecht. Vincent Klaarsen uit Zoetermeer en AFC Honkins uit Groenbeek. Allemaal ontzettend bedankt voor dat die vorige kaartjes beperkt. Ja, ik heb een kapitaal op de post hebben. In de Oostveren, ja. 5 euro. Toch nog wel eens even voor, jongen. Ik slaap vanavond op de landschap. Ja, we zijn op de fanmiddag van André Hazes zijn ook geweest. Kijk, dat is leuk. Ja, dat was hartstikke leuk. En we hebben ook een paar andere optredens gehad. Ja, want jullie maken ook platen, hè? Ja, ook dat. En ook dat nummer wat jullie toen tegen horen brachten is inmiddels op single verschenen. Ik had een doel. Ja, maar daarnaast alweer een nieuwe single gekomen. Ja. En die heet Als ik zo heb ik de samenhang ook. Ik had een doel. Ik zal nog eens een keertje draaien. Ron en Bertina, jullie doen het vanmiddag ook weer. Ik hoop dat je daarmee de halve finale weet te bereiken. Zet hem op. Heel veel succes.
gesteld, zoveel erbij zegt. Jij bent precies zoals ik. Jij bent toch degene die mij toehoort. En zo leef ik steeds weer voort. Ik kan nog niet zeggen wat jij voor mij bent. Maar zeg dat ik je nooit verlies. Want vanaf dat allereerste moment ben ik bij jou toch het liefst. Wij met z'n twee blijven bij één. Zoals jij ver maar één. Dus zoek mijn dame, ik zal naast je staan. De liefde die er is zal nooit vergaan. Wat ook gebeurt, zal ik blijf je trouw. Ik had een doel en dat voelt ik bij jou. Dus zoek mijn dame, ik zal naast je staan. De liefde die er is zal nooit vergaan. Wat ook gebeurt, zal ik blijf je trouw. Ik had een doel en dat voelt ik bij jou. Sinds welke kennis is mijn leven goed en dat komt alleen door jou. Ik ben zo blij dat ik je toen heb ontmoet en hoop dan straks word jij mijn vrouw. Ik had een doel en dat vond ik bij jou. Dus roep mijn naam en ik zal naast je staan. De liefde die je geeft zal nooit vergaan. Wat ook gebeurt zal ik blijven trouw. Ik had een doel en dat vond ik bij jou. En dan gaan we met z'n allen meeklappen, kan dat? En 1, 2, 3. Dus roep mijn naam en ik zal naast je staan. De liefde die je is al nooit vergaan. Wat ook gebeurt, zal ik blijf je trouw. Ik had een doel en dat vond ik bij jou. Dus roep mijn naam en ik zal naast je staan. De liefde die je is al nooit vergaan. Wat ook gebeurt, zal ik blijf je trouw. Ik had een doel en dat vond ik bij jou. Dus roep mijn naam en ik zal naast je staan. De liefde die je is al nooit vergaan. Wat ook gebeurt, zal ik bij je trouw. Ik had een doel en dat komt niet bij jou. La 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 la. Bertina waren dat met ik had een doel. Ja, jullie waren ook op televisie, daar hadden we het er straks over. Want je wordt nu weer gefilmd dan, wel niet voor Veronica, maar iemand die zijn camera heeft meegenomen. Maar je bent toen ook op tv geweest, een spotje steeds. Heb je dat hebben we gezien, ja. Nou, dat ja. Bedoelde Giel. Toch hartstikke leuk. Ik ben heel benieuwd wat de jury ervan vindt vanmiddag. Ja, maar moet ik het zeggen? Ja, dat begin ja. Nou, dan moet ik mijn microfoon aan, dan kan ik het nog zeggen. Nee, ja, nou dat is het, ja. Duidelijk. Nee, 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 staat ook nog aan. Nee, maar dat is terecht. Goed, wat ik wou zeggen is het volgende. Het was een hele mooie melodie. Hebben jullie die zelf geschreven, die melodie? De melodie niet, maar de tekst heeft Bettina geschreven. Ja, maar de melodie? De melodie die is van België. Het is een Frans-Italiaans nummer geweest. Ja, dat is juist. Maar eens even mooi. Sequenzen, ja, de Franse melodie. Ja, maar sequenzen zaten erin, hè? Prachtig. Dank je wel. Ja, goed. Nou, wat ik wou zeggen is dat ik het liedje dus heel mooi vind, ook de tekst vond ik heel mooi, maar van de choreografie heb ik misbegrepen. Jullie staan hier dan voor die microfoon te dansen, op een gegeven moment grijpen jullie elkaar en als het echt leuk wordt, zeg je van, dat stukje van dan roep ik je naam, dan draaien jullie om, maar op een gegeven moment gaan jullie zelfs uit elkaar. En het liedje is juist de bedoeling, dat jullie bij elkaar horen, of zie ik dat verkeerd? Ja, de act die kijkt niet helemaal precies. Maar misschien dat jullie elkaar even kunnen omhelzen nu. Ja, dat lijkt me lekker. Dan geef ik in de tussentijd een 8. Dan kun jij een 8 geven. Ja, dat is heel ja, ik wilde exact hetzelfde vragen. Ik wilde vragen van wie de melodie was. Want hij kwam me heel erg bekend voor. Dat heeft dus geen zin, want dat is al gevraagd. Ja, maar ik wil het nog even. Ja, heb ik het gevraagd. Ja. Het is een Belgische componist. Uit België. Dat denk ik niet. Uit België. Ja. Oh. Dat verandert een heleboel.
Dat is het. Ja. Nou, het is echt een stel zoete kinderen. Het klinkt heel erg roze. En de act, ja, ik denk dat jullie, als je nou precies dezelfde act doet en je gaat aan de andere kant staan, dan komt het precies uit met de tekst. Want wat Giel al zei, als jullie dus aardige dingen zeggen, dan ga je met je rug naar elkaar staan. Dus ik denk dat jullie gewoon de cursus verkeerd hebben gelezen. Die erbij zat, die maar aan die kant gaat staan en dan komt er precies uit. Een 8 van mij, ja, niet tegenspreken, een 8. Gaan kijken wat het landen moet in 05-30-12181. Die graven onder andere. En daar in het Palazzo Theater, daar waren twee dames aanwezig, ga even staan. En die hadden een hele spandoek bij zich. Ja. Je moet wel even zeggen dat vanavond de pasbloesje op de televisie is. Vanavond is de pasbloesje op de televisie. Ja, ja, is dat zo? Ja. Dat is om half negen. Het begint om half negen. Maar dat is een Nederland 2. Maar die hadden toen een spandoek bij zich en daar staat... Wie is dat nou, joh? Lopen wij vanavond eens aan. Ik zag maar een harde woordje overheen. Hoe komen jullie nou op dat idee, dames? Ja, hij zat in de jury en wij zaten aan de kant. En ja, dan vallen je ogen wel eens op iemand, hè? Ja, heel veel. Dat is wel een aantrekkelijke jongen. Nou, dat kan ik niet zeggen. Geen woordje in de mond leggen. Nee, maar ik ben blij dat ze het niet leuk. Nou, probeer ik een keer wat voor je te weten. Dan ben ik nog 10 jaar. Ik bedoel, dat is niet goed. Ja. Maar dat is de enige gedachte die erachter ligt. Je zag het wel zitten met Lodewijk. Ja, ik probeer jullie gewoon een diep nieuw van te maken. Ik ben kapot. Je bent niet echt spraakzaam. Dan heb je nog iemand meegenomen en jullie zijn samen, zijn jullie de serveersters, noem je zo. Samen, dat lijkt het op. De kamer. Over het kasteel van Lodewijk! Ach, hij is nou toch in de kamer te krijgen. Ja, wel, ja, wel. Nou, jullie hebben dan een mooie tekst gemaakt op Lodewijk van Havenzout. En een spandoek meegenomen, dus iedereen kan het mee. Zie je, nee, nou, hoe ook mee. Er is één kamermeisje. Ja, er is één kamermeisje zoek. Volgens mij is het dit nog een kamermeisje. Het is van het kasteel. Het is van het kasteel. We hebben misschien ontzettend snel naar het damesdoilet lopen en even kastelmeisje. Ja. Zodat we hier voor de uitzending verder kunnen gaan. Ja, ik kan zeggen, draai eens een plaat. Ja, we even doen. Daar, we pauzeren wel eventjes. Hebben we een plaat klaar liggen, jongens? Hebben we geen plaat klaar liggen? Lekker. Boom! Goud! Ja, en ik ben andere kleur. Dit is mijn nieuwe plaat. Brandend actueel. Ze zochten de grote stad. Ze is inmiddels van het toilet afgescheurd. Trokken niet meer. Doeken aangelegd. Is dat wel gelukt? Ja, nee, laat het nou maar even. Vertellen jullie even wie jullie zijn en waar je vandaan komt ook. Ik ben Lili en ik kom uit Schaven. Ah, ik ben Sabine, ik kom ook uit Schaven. En je woont bij Lodewijk inmiddels, heb ik begrepen. Ja, wij wonen bij Lodewijk. Nog wel, ja. De kamer. Is de vrouw in de huis vanavond? Dat jullie weten. Ah, geloof ik niet, hè? Nee. Oh, we zijn allebei op zee. Goedenavond, Lodewijk. Goed. We gaan luisteren naar het lied en we zingen allemaal maar even mee, want het spandoek staat erbij. Hier zijn ze, de kamermeisjes, met O Lodewijk, O Lodewijk! Thank you.
Ze doen niet mee hoor, met de pasboomshow. Maak je niet ongerust. Hij staat er niet over te bellen. Je mag het alleen aanhoren. Het was een overname. Het is voor de rest van de tijd. Anders voor mij al vele jaren schat. Advies heb je opgevoerd. Ja, altijd. Snijd je je neus wel? Af en toe, ja. Wanneer? Ja, in mijn hondenbroek. Dat is... Denk ik ook niet aan te zijn. Ja, daar gaan we dan! Ho! Snijd je neus, mijn hondenbroek. Want je zakdoek is vandaag weer de zoek. Ja, snijd je neus, mijn dan gaat het in. Thank you.
Maar ze lachen vol ze scheen. Wauw, wat mooi. Met allemaal holy we zullen kiezen. Daar zijn die een last bij kreeg. Die het zesde Chinees met beest. Nee, Chinees. Maar in je ogen ze zijn de meest vandaag in je zoen. Chinees, Chinees. Maar in dat gaat de ding. Dat ze met nog andere was ze mij niet. Ik kan me herinneren dat ik jou nog een keer in de voorronde in Horen ben tegengekomen, was het dan ook in Nibbikswoud, ja. Maar nu heb ik het je nog nooit zien doen. Voor de radio je neus in je onderbroek. Wie heeft er een onderbroek? Nee, je staat hier niet aan. Ik bedoel, hallo, zonder hem uit te trekken natuurlijk. Ja. Ik bedoel, het gaat om de geloofwaardigheid van het liedje. Ik wou zeggen dat het ook een heel goed doel moet zijn. Stel je nou eens voor dat je uitgenodigd wordt bij de koningin. En dat je ontzettend nodig van kiezen. En dat je daar toevallig niks bij hebt. Dat lijkt me toch een rare gewaarwording. Maar goed, dat heb ik terzijde. Hij heeft ook nog een overheid daar. Ja. Ja, maar daar zingt hij niet over. Nee, maar ik heb ook zijn neus. En wat ik ook wil zeggen, je hebt het over iemand die in een deux chevaux zit. Die er naar beneden stort het ravijn in. Hè? Dat komt erin voor. Hè? Ze rijden in een berg hooi. Oh, ze rijden in een berg hooi. Ja. Dan zou ik blij zijn dat ik het overleefd heb. En dan kan mij een paar droepetjes onder mijn neus niet schelen. Maar nee hoor, die komt eruit. Maar goed, ik vind het uitstekend. 10 punten. 10 punten! Ja! Niet de playbacken doen, dat doen we. Afgesproken. Merci, bedankt. Lodewijk geeft nou zo veel leuker. Geef straf, betaal het even. Lodewijk heeft zo waarschijnlijk zo de pest in dat we hem af en toe een beetje wegdraaien. Af en toe! Hij staat af en toe. We draaien af en toe weg, Lodewijk, om het programma te redden. Zo zit dat ermee, man. Nou, ik zal weten. Dit keer stond hij gewoon aan en toen playback de Lodewijk. Dan weet u waarom ik niks gehoord heb, maar vertel het maar. Het voorste repertoire dat gaat er wel in. Schuine liedjes, je ziet het. Succes verzekerd. Alleen ja, ik kan er helaas niet meer als een 7 voor geven. Om het een beetje te compenseren. Ja, het moet wel niveau houden, vind ik. Ja. Ik kan er bijna altijd over.
aan pessimisten. Ik vind het al een te vervelend onderdeel van het programma als ik de uitslag bekend moet gaan maken. Nou, spanning is altijd bij iedereen op de gezichten te lezen en er zijn er altijd die verliezen. Ik kijk nu dat Crazy Beat aan, kan er niks aan doen. 92 punten op de vierde plaats. Wel een applaus. Op de derde plaats is eindelijk Björn Arswets met 108 punten. Tweede is geworden Ron en dat die naar 110 punten.
als je drinkt. Een miljard. Of je roeit. Je rust uit, je hebt dorst als je drinkt. Ik heb een drinken. Suxie, sprankelend op water. Suxie. De tweede vakantiedag begon het al. Onze duimen van streek. Ander eten, ander klimaat en een heel andere vakantie dan ons hadden voorgesteld. Dit jaar in de buitenlandse regio. Prettige vakantiezekerheid en toestemming. Links voor de buitenlandse Ja, maar we zijn nog...